Het collectief van vakbonden binnen de financiële sector verklaart zich solidair met de bankbeveiligers. Het gaat in deze om vakbonden bij alle banken en verzekeringsmaatschappijen. De bankbeveiligingsdienst die vanaf maandag in actie is, roept met name de bankiersvereniging die in deze het laatste woord heeft op om daarheen te leiden dat de gerechtvaardigde eisen van het beveiligingspersoneel worden ingewilligd. Dit ten einde verdere escalatie te voorkomen. De vakcentrale C47 meldt in een persbericht dat de eerder aangegeven explosieve situatie vanwege de inadequate beloning nu een voldongen feit is. Binnen haast alle financiële instellingen waar C47 vakbonden actief zijn, zijn er al overeenkomsten gesloten met betrekking tot primaire en bij enkele ook secundaire voorwaarden. Er zijn momenteel bij sommige instellingen reeds aanvullende voorwaarden in bespreking. Dit is vooral tegen de achtergrond van de huidige financieel-economische situatie een dringende noodzaak. Vanuit de bankiersvereniging is aan onze nieuwsdienst meegedeeld dat zij een persstilte inlast.